Hey guys, welkom bij weer een vlog van mij. Ik moet even wennen aan het ding. Ik heb hier een hele coole gimbal, zoals dat heet. En dat kan je heel erg smooth draaien. En nu ben ik aan het lopen, als het ware. Maar je merkt er eigenlijk heel weinig van. Je ziet geen schokken in beeld. Normaal gesproken bij mijn vlogs zie je wel schokken in beeld. En ik heb het ding gekocht als investering voor mijn vlogs. En ja, ook gewoon leuk als speeltje. Maar ook om mooie timelapses mee te maken. Om uiteindelijk in video's te verwerken. Ik ben er heel enthousiast over. Dus het is super tof. Ja, zoals je ziet, het is echt... super smooth. Ja, ik laat je wel wat andere beelden zien. Zo, ik ben dus nu onderweg naar Eindhoven. Nu zult je vast zeker afvragen wat ik daar ga doen. Ik ga daar zo evangeliseren. En in de avond ga ik spreken daar bij een, ja, hoe heet dat, een kerk? Niet echt een kerk, doordeweekse, wekelijkse bijeenkomst. Ik heb er zin in. Het is een schitterend weer. En we gaan kijken wat God vandaag gaat doen. Zo, ik ben aangekomen in Eindhoven. Ik heb zojuist hele gekke beelden gemaakt van deze flat hier achter me. Dit ding hier. Maar goed, ik ben dus aangekomen in Eindhoven. En we gaan lekker beginnen. Ik ga me lekker focussen op het werk hier. Niet meer op de vlog. Ook al is het hartstikke leuk om te gooien met deze camera. Ja, we gaan ervoor. Zo, we zijn hier lekker aangekomen. En deze geloofshelden die zijn al de hele middag bezig. Om lekker het woord van God te verkondigen. God te aanbidden, hier zo even kijken, gitaar in beeld. Ja, ik moet nog eventjes stoeien met het, hoe werkt dat ding? Even kijken. Ja, dat knippen we allemaal eruit. Ja, dus het is gewoon super tof. Jij was moslima. 22 jaar. Moslim, en nou ben je Jezus. Halleluja. Amen, halleluja. Jezus leeft. En Jezus heeft je vrijgezet. Amen. En nu heb je gewoon ingezien dat Jezus leeft. Je hebt een ontmoeting met hem gehad meermaals. Hij bestaat. Ja. Meer dan 100% zeker. Hij leeft. En deze helden gaan dus elke dinsdag en elke donderdag 2,5 uur lang de straat op. Hier is het hartje Eindhoven. Om God te verkondigen. En het is gewoon super tof om te zien. Ik denk van dit soort clubs mensen moeten gewoon vaker voorkomen in Nederland. Van elke stad. Gewoon een grote groep mensen die standaard vaste tijden gewoon lekker Jezus verkondigt. Amen. Zo, Victor en ik zijn onderweg naar de locatie. Amen. Gaan we lekker eten. Dat was grappig. Wil jij zeggen? Ja, het is echt. Ik weet niet wat Daniel aan zijn puntje heeft hangen. Hij stond 5 uur de gitaar te spelen. Komt er uit het niks. Cameraploeg aan. Een hele gyroscopische grote camera. Gaat hem helemaal lopen filmen. Ja. En dat bleken 2 evangelisten zijn. Daniel die kende, wij kenden ze ook. Die gingen Daniel helemaal filmen. Ja. Ik denk, heeft hij echt al 4 weer ingeschakeld? Ik weet niet waar hij aan zijn puntje ja, hangen. Er staat weer vol bak. Met zo'n camera wordt hij weer gefilmd. Ja, ik weet het ook niet. Je zegt dat het 5 minuten was, maar het was nog niet eens een halve minuut volgens mij. Een halve minuut, ze kwamen aanlopen. Ja, ze kwamen gewoon aanlopen. Ze kwamen beeld, alsof ze het zo helemaal gezet hebben. Ja, het was echt heel bizar. Ik begon het uit te spelen, plotseling. With Mysterious God. Ja, absoluut. Amen. Je hebt een andere blik nu. Zo, dat was het dan weer. Voor vanavond, voor vandaag. Het was super tof. De meeste mensen zijn al weg.
En ja, hoe was het? Hoe vond je ervan? Het was top. Daniel is helemaal top. Lekker met de geest, vol vuur en gas erop. Helemaal goed. Leuk. Wat vond jij ervan? Sprakeloos. Nee, dat valt best wel mee. Op het moment dat je nou echt een goede boodschap wil, bel deze jongen, haal hem naar je toe. Dan weet je niet wat je krijgt. Ja, precies. Levensveranderend. Bizar. Haal deze jongen lekker naar je toe. Allemaal superlatieve. Hey, later. De aanbidding. De aanbidding? Die was, wauw. Ja, die was een glorie, hè? Echt een lied van jou. Amen. Ja, dus koop mijn album die over 2 maanden uitkomt. Ja. Later. Je hebt een album. Nee, een album.